een jaar of 2 jaar terug heb ik een ervaring gehad die ik nog altijd niet kan plaatsen. In het kader ook van dat pijn ook een ingang is, stootte ik heel hard mijn teen. En in plaats van daar tegenin te gaan, ben ik daarin gaan ontspannen en gaan zitten. Ik ging zitten. En wat er eigenlijk gebeurde, het leek alsof alles wegviel. Een soort in een, ja, ik kan niet anders dan donker dan maar omschrijven. En dat waar ik was en daarna ook weer terugkwam, dat werd in één keer heel klein. En de rest geen idee. En toen die pijn me zakte, kwam dat weer terug. Of zoiets. Mm-hmm. Kan je daar iets over? Ik probeer nog altijd aan te grijpen van wat daar nou eigenlijk, wat ik heb ervaren. En ik kan... Door dat meegeven wat je deed, in plaats van verzetten, werd je gewoon uit je ik geduwd. Dus dan krijg je gewoon meer een pure zijnservaring of ervaring van de natural state. En vanuit zijn of de natural state is dat ik gebeuren gewoon een heel klein dingetje. Terwijl als je daarin zit, dan lijkt het de hele wereld te zijn. Dus je krijgt een omkering. En daarna doet dat kleine ik weer. Maar nooit meer helemaal exact zoals daarvoor. Je kan dit, je cannot unlearn this. Or unexperience this. Dus dat doet iets op zijn minst in 1 of 2 lagen van het systeem. Misschien wel meer. Dit soort ervaringen kunnen mensen ook hebben inderdaad in andere vormen van calamiteit. Die hersenen die gaan dan gewoon op een andere manier samenwerken en dan kun je gewoon uit je ik-belangen getild worden. Een flinke rush aan adrenaline kan dat ook doen. Dan gaat de tijd vertragen, je bent totaal onthecht. Je weet exact wat er gebeuren moet, je functioneert op een heel hoog niveau, zou je kunnen zeggen. En al die wat lagere lagen, van waar onze angstjes en vreesjes en belangetjes in zitten, die worden gewoon even op uitgezet. Zeg je dan dat hoe ik ervaar, ik spreek echt nou in 2 tijden dan, op dat moment. En daar is dan dat beeld bij, dat speeltuintje met die steen, zeg maar, die dan heel klein wordt. Dat die ik dan, of... Dat kleine, ja. Dus dat lijkt in de normale modus de hele wereld te omvatten. Maar op het moment dat die spontane uitzooming komt, om het maar zo te zeggen, blijkt dat heel klein te zijn. Jij als bewustzijn bent oneindig veel groter dan die hele ik en zijn wereldje. Dat oneindige, ja, dat is ook die leegte, want er was ook niks. Yes, exactly. Dus voor die leegte, of vanuit het perspectief van die leegte, is ik en wereld, wat met een koppelteken geschreven moet worden. Want er is geen ik zonder wereld en geen wereld zonder ik. Dus die zijn niet twee. Dat is een heel klein dingetje. En dan kun je dus de ervaring hebben dat de wereld is in mij en niet ik ben in de wereld. Het is gewoon andersom. En die mogelijkheid wordt dan wakker. Dus dat moet een keer beleefd worden, om het maar zo te zeggen, voordat dat echt wakker is. Hoe sterk dat dan doorwerkt enzovoort, en wat verder dat voor effect heeft, ja, dat is in ieder organisme weer anders. Maar als die eenmaal binnen is, something changed. Dankjewel. Welkom. Ja, dat is helemaal goed. Ik heb morgenavond een telefoongesprek.
met haar in contact ben, dan voel ik allemaal dingen die ik gewoon heel stom vond aan onze opvoeding. Waarvan ik echt vind die gewoon echt kut gegaan. Echt scheef. En als ik wel eens heb geprobeerd om dat te zeggen, dan nam ze dat heel persoonlijk en werd ze heel reactief en heel venijnig. Dus ik dacht, nou, daar kan ik niet echt goed mee praten, dus ik kan niet zo goed dat ontvangen. Maar in mij zit dat dus nog steeds. Ja, blijkbaar. Ja, dus heb je een tip voor? Ja, dat ga je niet oplossen door met haar daarover te hebben. Gewoon niet. Sterker nog, it will get worse. Ja, zo lijkt het me. Dus een handige manier is, schrijf en neem daar ook ruim de tijd voor, een brief waarbij je gewoon ongefilterd alles opschrijft, liefst op papier, zoiets, so you can burn it. Bewaar het niet. Laat het ook aan niemand lezen, dat is gewoon een verwerkingsding. En iedere keer als je merkt dat er veel lading komt, dan pauzeer je gewoon even. En dan doorvoel je wat er te doorvoelen valt. En als dat aan de kant is, ga je gewoon weer verder. En het is belangrijk om het zo ongefilterd mogelijk te doen. Ook niet op taal letten. Je bent geen Pulitzer Prize aan het winnen. Het gaat er gewoon om, net zoals je heel wild kan tekenen, gewoon write it down. Ja. Weet je wel? Dan komt er licht en lucht bij. En schrijven heeft het voordeel dat er altijd ook meteen een beetje ruimte of afstand ontstaat. Dus zowel dat die lagen die geïdentificeerd zijn, kunnen gewoon zich op papier kotsen, let's say. Ja. Weet je wel, maar er is ook ruimte genoeg om nog enige mate van reflectie te hebben. Ja. En wat interessant aan die dingen is, is dat je dingen uit het onderbewuste kan halen die je nog niet eens weet. Ja. Ook over je eigen aandeel in het feestje. Ja. Is mijn ontdekking geweest toen ik zoiets deed. Toen mijn vader doodging, heb ik een paar weken aan mijn brief zitten schrijven. Ik voelde er zijn unsolved issues en praten was sowieso geen optie. Ja. Dus ja, ik praat niet met de doden. Met de levende is al lastig zat. En dat werkte heel goed en ik ontdekte heel veel dingen. Heel veel dingen in de zin van het kader van wat niet goed was gegaan of wat mij aangedaan was. Maar ook andere dingen. Die net zo interessant waren en soms pijnlijk. Of juist grappig, want wonderlijk genoeg kwamen er ook heel veel herinneringen op die eigenlijk kei tof waren, maar die ook buried waren. Ja. Mede buried door mijn lichtelijke boosheid. Ja. Van, oh ja, maar dit was er ook. That's very interesting. En het is gewoon een creatief proces. So you should be very able to do that. Yeah. Yeah. But don't talk about it. Ja, precies. Yeah. En je zult merken van als dit werkt en er is die innerlijke opschoning, dat het dan zou kunnen zijn dat je er wel over zou kunnen praten. Yeah. Want waar ze waarschijnlijk nu op reageert is de lading. Yeah. Nog niet eens wat je zegt. En mogelijk heeft ze zelf ook wel door dat er een paar dingen niet helemaal lekker gingen, let's say. Ja. En het is pijnlijk, ja. Want dan heeft ze gefaald. En ja. Dat sucks. Ja. So she'd rather bury it. Ja. Maar ja, ik dus ook. Ja. Ja, of voor een deel houden we iets in leven. Ja. De boosheid of teleurstelling of ja. Aversie. Good. Great. En dit advies geldt dus voor iedereen die ouders of kinderen heeft. Dat zijn dus ook van die dingetjes en dat is puur op een psychologisch level. Alle dingen die je met je oude lui niet hebt opgelost. In jezelf. Dus zij hoeven niks anders te doen. Hè? Want dat is gewoon je ego die genoegdoening wil. Well, you won't get it. Maar als je het oplost in jezelf, dan komt dat al je andere relaties en sociale
interacties ook ten goede. Want je neemt je blueprint van je eerste jaren anders mee overal in. Want die lijkt een beetje op mijn vader als die zo en zo doet. En die een beetje op mijn moeder. En die op mijn broer of mijn zus of mijn oom. Weet je wel, it poisons everything. En het is op een gegeven moment, als je geen 14 meer bent of geen 20 meer bent, let's say, onvoldoende om te zeggen dit of dat is mij aangedaan. Op dat level, you need to take responsibility. Je kunt niet blijven zeiken met andere woorden over je verleden. Everybody has a sucking past. Weet je wel, dus de vraag wordt dan, wat doe ik ermee? Wat kan ik ervan leren? Wederom dat principe van, zie ik dit als een probleem of iets wat me is aangedaan of zie ik het als een guru? What can I learn? Dat is veel interessanter. Anders blijven we zo in die verwijtensfeer of slachtoffersfeer of haatsfeer. Is poison. En anders, maar dat zou heel vervelend zijn voor de kinderen, neem zelf kinderen. Dan kom je erachter dat er 100 manieren zijn om de opvoeding verkeerd te doen. En er is geen manier om het goed te doen. It does not exist. Dus. Ben jij boos op je moeder en is je dochter boos op jou? Ja, obviously. Het is net estafette systeem. Dat is echt fantastisch. The passing around, the glowing stick. Weet je wel, the burning stick. Met een glaasje vitriol erbij. Wat ik ook wel heel fascinerend vond. Ik stapte bij mijn moeder binnen en mijn zuster was daar. En ik stap ook in één keer dat gevoel binnen. Ja, nou, dan gaat die laag dus aan. Yes. Dat ik echt zoiets had van, wat gebeurt er hier nou? Ik dacht dat ik daar ietsje voorbij was. Nee. Die laag niet. Nee. En je wordt bijna net als toen. Geweldig, ja. Nou ja, ik heb vrij harde signalen nodig. Ja, ik ken dat. Die had ik ook, ja. Jij zei net, ik praat niet met de dooien. Ik ook niet. Maar ik heb wel mensen om me heen die dat wel doen. En hoe zie jij dat van al die laadjes, wat er dan gebeurt als jij wel met dooien praat of met je overleden moeder of whatever. Wat gebeurt er dan? Want voor hun is het leven echt. Nou, op een gevoelslevel is het ook echt. Mm-hmm. Want het lichaam kan geen onderscheid maken tussen iets wat, voor zover we dat dan noemen, reëel aanwezig is of niet. Dus dat produceert dezelfde stofjes en dezelfde reacties. Vandaar dat visualisaties werken. Ja. Dus het is imagination. Yes, of course. Ze praten niet met die dooien, maar met de herinnering van de dooien in hun. Ze praten met zichzelf. Dan moet je niet tegen ze zeggen. Laat maar gaan. Ja, laat maar gaan. Weet je wel, maar it's all you. Dat was het feitelijk de hele tijd al. Op een net andere manier, want dan was die moeder wel in beeld. Maar dan letten we ook veel meer op wat er in mij gebeurt dan die ander. Want we zijn over het algemeen vooral gefascineerd door onszelf. Dus in hoeverre we die ander ooit echt zagen of voelden of verstonden. Dat is dubieus. En als ze fysiek uit beeld zijn, dan heb je helemaal vrij spel. Je kunt ervan maken wat je wil, weet je wel. Afhankelijk van, niet wat je wil, maar afhankelijk van je behoeftes en wat er in de diverse lagen allemaal speelt voor onverwerkt stof. En op een gevoelsniveau van, als ik aan mijn moeder denk, en dat komt soms voorbij, weet je wel, die is al een aantal jaren dood, dan krijg ik hier een heel vreugdevol gevoel. Terwijl niet altijd alles even leuk was. Maar zodra ik dat smol zie in mijn geestesoog, let's say, dan komt er gewoon vreugde en ja, toch iets, ja, dat is toch waar, iets wat je liefde zou kunnen noemen. Dus ik wou zeggen sterke genegenheid, maar dat was flauw. Dat is flauw. Weet je wel, en dan heb ik ook met een aantal dode vrienden. En weet je, ik ken inmiddels hele voetbal elftallen vol met dooien. Dat is het nadeel als je veel mensen kent. Weet je wel, en niet bij allemaal. En bij de meeste daarvan, als die zo eens voorbij komen, dan komt er gewoon een heel positief gevoel op. Bij anderen komt er zoiets op van, oh, dat is fijn dat die dood is. Maar het zijn er maar een paar. Maar ik besef me heel goed dat dat een gevoel is wat in mij
opwelt en gebaseerd is op mijn herinneringen van dat mens, want dat is mijn moeder niet. Dat zijn de herinneringen van mij, hè? Gevoelsindrukken, intuïties, beelden, associaties. It's me. Ik realiseer me dat heel goed. I'm not crazy. Dus, maar op een gevoelslaag, dus niet in de fysieke reality, op een gevoelsniveau zijn die mensen niet weg. They're part of me. Nou, that's fun. En daarom mis ik ook de dode nooit. En ben ik over het algemeen, tenzij David Bowie was of mijn hond, vond ik het nooit erg. Ja, Zappa toen de tijd, maar dat is langer geleden. Maar in de meest recente periode zijn er een heleboel dood gegaan. Niet dat ik dat leuk vond, maar daar was ik niet geraakt door of unsettled of whatever, behalve toen Bowie ging en mijn hond. Dat vond ik echt erg. Maar dan heb je het zeg maar over, nou ja, Bowie niet, maar met mensen die je kent, zeg maar. Hè, maar je hebt natuurlijk ook mensen die ook, mediums of zo, die met overledenen spreken die zij niet kennen. Is dat dan, ik zou kunnen zeggen, op een, je bent in afstemming en je pikt je stemt je af op die persoon die voor je neus zit, niet op die dooie. Okay. En ze zijn heel goed in staat, dus ze zijn uiterst sensitief. En niet gek in die zin, maar ze stemmen af op jou. Ja. En wat van jouw moeder nog in jou leeft, daar hebben ze het over. Ook al kijken ze die kant op alsof ze daar hangt. Misschien kan, dat kan zelfs ook. Ik heb dat vroeger ook gedaan. Ik was heel spiritueel en zo. Communiceren met gidsen en entiteiten en weet ik veel wat. Ja. Weet je wel, tot ik dat eens echt ging onderzoeken. En toen. Atheïst. Ja, precies. Ja. Dus de power of suggestion en het menselijke vermogen wat in heel velen is om heel goed te kunnen invoelen en reading body language. Ja. Alleen al, zeker als ze een beetje dichterbij zitten, pupilveranderingen. Ik stel je een vraag en je pupil gaat iets open. That's a yes or a no, whatever. Weet je wel, van als je al die micro-waarnemingen goed kan oppikken, dan kun je een heel eind komen, al ken je helemaal niemand. Er zijn allerlei van die onderzoeken gedaan, ook daarna. Mensen die dus geen enkel paranormaal vermogen hadden, maar hyperintelligent en psychologisch geschoold. En die konden hetzelfde. And they didn't know shit. Just by talking to you. Ja, dat is ook empirisch bewijs op zo'n moment. Ja, ook dat, maar het kan heel sterk overkomen op mensen. En er zijn andere onderzoekjes gedaan, daar heb ik wel eens verteld, van dan gingen ze de Keltisch kruis leggen, tarot. Weet je wel, dat legde je dan op een blad en je zat in een kamer en dat ding werd weggehaald en dan zou een tarotlezer daar uitleg aan geven en dat verscheen dan op een computerscherm voor degene die dan die legging had gedaan. En dus verschenen er dan 3 of 5 zinnen of zo en iedereen die had zoiets spot on. En het bleek een random computer generated system te zijn. There was nobody there. Maar ze hadden gewoon 100 zinnen ingevoerd die veel voorkomen in dat soort. En they feed you 5. Spot on. Wat kost dat? Hier, €100. Ja, ja. Geweldige legging. Uh-huh, uh-huh. I can do that. I did. Met tarot en I Ching en gewoon door te kijken en praten en je pikt van alles op, want je ziet iemand reageren en je hele systeem aligns naar die ander en je pikt allerlei signalen en beelden en stuff op. Dus hebben wij een groot vermogen om dingen op te kunnen, wij noemden dat in de opleiding afstemming. Is er een vermogen tot afstemming? Yes! But it proves nothing, behalve dat er een groot vermogen is tot afstemming. Dat soort dingen vonden ze toen, in de jaren 90, toen ik in opleiding was en ik zei die dingen, vonden ze al niet leuk. Maar ik kon die dingen allemaal, dus ze hadden moeite met mij, want hij was zo fucking rationeel. En tegelijkertijd, al die spirituele shit, he was pretty good at that. Ik werd niet voor niks uitgenodigd als eerste of tweede, samen met een dame om in de docentenopleiding te gaan werken. Van zeg maar welke opleiding je wil doen. Please come work for us. Mm-hmm. En 3/4 jaar ging, nam ik de benen. Want bepaalde dingen mocht je niet zeggen. En het echte inzicht dat ik had, want in die periode
kwam die omkering, daar vonden ze ook niet leuk als ik het daarover had. Dus, nou goed. Maar het echte inzicht als? Awakening. Ja, ja. En wat er dan, ja. Ja, en dat dus dat hele bouwwerk wat daar gepresenteerd werd wel degelijk een waarde had, maar tot zover. En dat de basis ervan dubieus was. Maar vragen stellen was niet het sterkste punt. Is het sowieso niet in de spirituele wereld. Een beetje kritisch zijn is bij religieuze en spirituele erg onhandig en ongewenst. It's about belief. Nou, ik doe daar niet aan. Ik geloof niet in geloven. I want to know. Voor zover ik kan, obviously. Want ik ben een beperkt wezen, net als iedereen. Maar ik ga niet zomaar iets zitten geloven. En zomaar genoegen nemen met een heel dun theorietje. Ik had na de dood van mijn moeder... Ik heb altijd het gevoel gehad dat ze niet van me hield. Dat kon ik niet voelen. En toen na de dood van mijn moeder voelde ik dat ze van me gehouden heeft. Maar dat is dus kennelijk je eigen... Ja. Dus wat er kan gebeuren is dat je het misschien wel hebt gevoeld, alleen het is overschaduwd geworden door allerlei afkeuring, afwijzing, nonchalance, onverschilligheid. Ja. En die valt eraf, want van de doden niets dan goed. Dus een heleboel wordt er aan de kant geveegd en dan kan zoiets opkomen. Ja. Wat ook een bekend verschijnsel is, en dat is ook psychologisch of biologisch of een combi daarvan, van dat als iemand overlijdt, dat vooral de, en dat is dus breed onderzocht, de prettige herinneringen, tenzij het echt heel dramatisch is, op overblijven na een jaar of na een paar jaar. En de vervelende dingen die worden eigenlijk gewoon weggewassen. Nou, ik heb bij de ouders eigenlijk een soort onverschilligheid. En ik heb ook het gevoel van een opluchting dat ze er niet meer zijn. En ook dat ik mijn spirituele ontwikkeling, dat ik daar ruimte voor heb, juist omdat ze er niet meer zijn. Yes, yes. Kan ik me goed herinneren, toen dat bij mij op gang begon te komen, echt, kan ik me een groot conflict met mijn vader herinneren. En ik had echt zoiets van, well, it's either me or you. Yeah. You gotta go. Een half jaar later was hij dood, waarmee ik niet suggereerde dat mijn power of imagination... Maar ik wist wel dat hij voor mij, en dat, niet hij, maar voor mij, dat hij een groot obstakel was. Ja. Dus vandaar dat principe van kill your parents een heel belangrijke is in het spirituele veld. En ze hoeven daar niet voor dood te gaan, maar je moet je losmaken van je ouders. Ja. You gotta be free from them. Wat niet wil zeggen dat je ze niet meer ziet, weet je wel. Ja. Maar you gotta be free from them. Ja. And that's tough. Maar het kan wel, het is keigaaf. Ook als ze nog leven, is wel fijn. Dat draaide toen mijn moeder nog leefde, was wel erg prettig. Dat maakte heel veel schoon in de verstandhouding. En it was great. Zelfs tot op het eind, toen ze zo dement als een deur was. It was great. Ja, mijn moeder was ook... En ze was very funny. Op de liefst toen ze dement werd. Ja, dat kan. Toen kon ik echt toch meer ondergeven. Ja, dat kan ook helpen. Ja. Mijn moeder werd er niet per se liever door. Maar, very funny. Ja, cool. Even terugkomend op dat afstemmen op de ander, met in het verhaal dat net werd aangehaald. Hoe kan je dan iets vertellen over mensen die dan energieën zien? En wat dan lichte energieën of donkere energieën kunnen zijn. En die dan ook nog kunnen aanhaken. Want dat hoor ik dan. Net kon ik dacht, oké, dat kan ik volgen. Maar dit kan ik nog altijd niet volgen. Hoeft ook niet, maar ik ben wel benieuwd hoe je dat... Nou, energieën zien is een manier van die op te pikken. De meeste van ons doen het de hele tijd eigenlijk. Maar dan via het gevoel. Sferen, stemmingen. Dat je merkt, je kijkt iemand aan en je voelt verdriet. Weet je wel? En je weet dat jij niet verdrietig bent, dus je pikt het op van die ander. Of je komt een ruimte binnen waar net flinke ruzie. En ze zitten allemaal, gezellig, leuk dat je komt. En je denkt van, Maar omdat het niet getraind is, heb je dat onderscheidingsvermogen niet zo goed van, laten we zeggen, wat van jou is en wat van de ruimte of de ander is.
Maar dat kun je allemaal leren. En als ik het bij mij hou, ik heb die testjes gedaan vroeger in die opleidingsfase. Er waren er een paar die konden de energieën zien. Dus chakra-energieën of energieën in de aura enzovoort. Ik kon dat niet. Maar ik kon ze wel oppikken. Dus ik wist ze of ik voelde ze. Dus toen zetten we iemand neer. En dan die ene, die ziener, laat ik maar zeggen. Die ging een tekening maken van welke kleuren waar zaten. En ik ging het gewoon zeggen, terwijl ik zijn papiertje niet zag, obviously. En voor 80-90% stemde het overeen. Dus ik kon ook weten welke kleur het was, maar ik zag ze niet. Ik heb nog een tijdje mijn best zitten te doen om dat te ontwikkelen. Want dat vond ik dan ook wel leuk om dat te gaan zien. Tot ik zoiets had van, ja, maar why would I? Want ik weet al waar ze zitten. En ik weet al wat het is. Weet je, ik weet vaak ook nog waar het mee te maken heeft. En of er iets mee mag of niet. Zijn die energie dan ook altijd persoonlijk? Is dat wat je zegt? Yes. Er zijn geen collectieve energie. Yes, maar die zie je niet zozeer rond iemand. Die hangen als een soort velden rond. En die kunnen dan ook aanhaken? Of? Yes. Als er iets is wat resoneert in jou, dan kan dat aanhaken. Dan kun je daardoor meegenomen worden door een sfeer of stemming. For better and worse. Ik blijf het vaag vinden. Ja, natuurlijk. En dat is logisch en ook helemaal niet erg. Maar het zijn gewoon dingen die bij het menselijk vermogen horen en die te leren zijn. Ik heb ze gewoon geleerd. En bij mij ging dat heel snel, blijkbaar omdat er aanleg voor was. En ik vond ook niks vreemd. Weet je, ik had er ook geen weerstand tegen, ik was er ook niet bang van, dus dat ging allemaal vrij snel. Weet je wel, maar het is gewoon te leren, maar het moet niet. Maar energie oppikken doet iedereen, energie uitzenden ook. Ja, om een heel simpel voorbeeld te geven, van, er komt iemand een café binnen en die ziet iemand die wel leuk vindt, dan gaat hij staan kijken. Wat gebeurt er op dat moment? Hij probeert contact te maken met zijn ogen, hij doet, hey. Energieuitwisseling, als dat klikt, dan heb je een potentiële love story. En dat gebeurt eerst allemaal in de energie. Ze zeggen misschien niet eens iets of ze praten over hele andere dingen. Maar op een dieper niveau dan de woorden zijn die energie al aan het dansen met elkaar. En trying to figure out of dat iets zou kunnen zijn. It happens in the energy. Is energie dan een soort menselijk gevoel of iets wat daar nog buiten gaat? Iets wat bij wijze van spreken tastbaar zou kunnen zijn? Of? Ik denk dat het subtieler is. Een gevoel is een al sterk geworden energie. Een emotie is een heel sterke energie. Een overtuiging kan veel energie bevatten. Dus je zou kunnen zeggen dat de absolute grondstof is consciousness. Als die iets in beweging komt, it's energy. Als die nog sterker wordt, dan is het een indruk of een gevoelssensatie. Wordt die nog sterker, is het een emotie of een gedachte of een beeld. Wordt het nog sterker, dan wordt het iets wat we materie noemen. It's more like that. En het is een beschrijving, geen werkelijkheid. Het is as close as you can get met het energieprincipe. Dus of energie dan goed of slecht is, of donker of licht, ook dat plak je dan? Dat hangt van de context af. Energie is niet positief of negatief. Maar sommige energieën, daarvan zou je kunnen zeggen dat die een belemmerend effect hebben voor een bepaalde laag of een bepaalde kwaliteit van ons. En andere een bevorderend. Ja, dus op het moment dat wij het goed en slecht gaan noemen, zitten we weer in een christelijk schema. It's terrible. In het oosten hebben ze het liever over onwetendheid of onbewust. Which makes more sense. Dus slechte energie. Slecht water. Nee, water kan slecht worden als je er gif in gooit. Weet je wel, maar water is gewoon water. Ja, dus het hangt af van de context en weer de mate van gradatie. Dus een beetje water lest je dorst. Een flinke body of water, daar kun je in zwemmen. But you can also drown. Maar is het water dan goed of slecht? Omdat daar een kind in verzuipt, is het slecht water? Nee, het heeft ook die kwaliteit to drown in. Dus ik vond dat, en dat deden ze daar ook aan. Van dat op die manier duiden. Ik had altijd zoiets van, you're missing the point. Weet je wel,
Dat kan helemaal niet. Alleen energie, net als water, een tsunami vaagt een heel dorp weg. Maar het water was niet slecht of evil of iets dergelijks. Het was het niet eens van plan. Het wist niet eens dat er een dorp was. Weet je wel, het heeft geen intentie. Dus voor mij is het onpersoonlijk. Alleen sommige energieën, daar merk je van, hè, dat noemen we dan, hè, de wind is mee. Hè, van, oh, deze week ging het allemaal zo lekker, nou, dan is er een voor jou gunstige flow of energy. En die duiden we als prettig, dus als plus. En dan is er een periode van tegenwerking en die duiden we automatisch als negatief. Maar misschien is die periode van tegenwerking wel interessanter dan die andere. Maybe you learn something. Ja, en met vuur, wat je ook energie zou kunnen noemen, is gewoon licht en warmte. Een beetje vuur is handig, want dat houdt je warm en droog. Maar het kan ook het huis afvekken. Maar is dan het vuur slecht? Of positief of negatief? Het hangt van de context af waar je het voor gebruikt. Wat je ermee doet, hoe je erop reageert. En die collectieve energie, wat is dat? Het zijn gewoon energievelden, subtiele energievelden, zo wordt dat genoemd. En je kunt tune into that. Of je kunt daardoor meegenomen worden. Dan kan het zijn, je staat gewoon in de tuin, er is helemaal niks aan de hand, er is ook niemand bij. En ineens komt er een golf ontroering of verdriet of vreugde door je heen. Nou, dat kan, hoeft niet altijd, maar het kan zijn dat er gewoon als het ware zo'n veld langs waait. Net als een warme wind ineens uit het zuiden kan komen. Dat is onpersoonlijk. Alleen sommigen zijn daar gevoelig voor en worden daardoor beïnvloed, anderen niet. Or not so much. En voelt dat dan ook wat in jou leeft? Dat kan, tijdelijk. Kan tijdelijk iets versterken. Je kunt het ook zien in minder prettige hoedanigheid, of zo zou je dat kunnen zien. Op een gegeven moment zitten ze in een dorpje gewoon fijn wat voetbal te spelen. Er worden wat gedichten voorgedragen enzovoorts. En mensen van allerlei stammen leven gewoon prima met elkaar. Maar dan begint er een politieke energie te groeien en dat wordt aangewakkerd. En vervolgens rijden er een paar vrachtwagens met machetes het dorp binnen en je hebt de Rwanda slaughter. Die mensen werden meegenomen door een intense haatenergie die gecreëerd is en over dat hele land golfde en het resultaat was bijna 1 miljoen doden. Wat voor mij een aantal interessante elementen heeft, los van de horror, is dat wij dus geen vaststaand zelf hebben, dat we geen vrije wil hebben, want als de energie sterk genoeg is, dan gaan we gewoon mee. En ik heb interviews, ik heb het wel eens eerder verteld, gehoord naar de hand van mensen die daar aan deelnamen, want degene die het slachtoffer waren, die praten niet, they're dead. En ze snapten het zelf niet wat er gebeurde en ze waren, sommigen die konden helemaal niet praten, they were in total shock, want de avond daarvoor zaten we nog met de buurman gedichten uit te wisselen, want hij was een dichter en ik was een dichter. En de dag erop liep ik hem met een machette zijn familie af te slachten. Dus we worden meegenomen. En we blijven maar geloven dat we een vrije wil hebben en een vaste identiteit en dat er zoiets als een werkelijke moraal bestaat. Is horseshit.